Goedemorgen, welkom in een nieuwe week. We zijn er weer, zeker zeker, ja jawel. Zie er niet uit vandaag. Ik heb het echt geprobeerd met mijn haar en zo. Het werkt niet, dus het is pet geworden, het is knot geworden. Ik heb gewoon een off day. Ik zeg, dit is ook andersom opgenomen, want ik ben al terug van Malaga. Maar ik monteer het andersom. Sinds ik terug ben voel ik me een klein beetje ziekjes. Beetje niezen, een beetje rillingen. Het is meestal zo'n voorstadium, hè? Kijk ook even deze combi. Wat? Zo'n gebroken wit met bruin. Dit ook veel te groot. Zwart en bruin samen is gewoon best wel lelijk. Zwart en donkerblauw vind ik leuk. Dit is zo'n legging van Faya's lijn MKBM. My Killer Body Motivation. En hij is net even wat steviger dan die broekies van de Zara. Die seamless broekies. En altijd Faya allerlei kleurtjes. Doe je voordeel ermee. Ik moet nog de rest van de doos uitpakken. Maar deze heb ik gewoon even snel. En dit is vooral gekomen dat ik het zo koud heb vandaag. Dit helpt ook als je ziek bent. Ik ga nu even de kids halen. Zo snel zal het weer gaan. Vanmorgen mijn belastingaangifte gedaan de hele ochtend. Dus ja, een beetje administratie was staan. Dus ruwe handen ook. Maar dan hebben we Meraki. Meraki. Zo. De rest ben ik heel erg ongesteld. Mijn laatste cyclussen die zijn gewoon heel strak. Het is gewoon echt precies 4 weken. De eerste dag is gewoon een crime scene. Ik moet de hele dag, ja, ik vind het altijd zo'n goor woord. Verschonen noem ik het. Vinden jullie dat ook zo'n goor woord? Maar ja, die dingen, dat heeft elke vrouw, hè? Dus ik weet niet. 1 plas plegen, jas aan en dan. Ik ga vandaag weer heel dik hoor. Echt koud. Niet leuk. Bijna helemaal tot aan de voetjes. Let's go. Het is lekker warm, hè? Oorbellen zijn echt groot. Ik kan niet eens over mijn schouder heen kijken. Lekker. Proud Mary. Dit liedje maakt me altijd vrolijk. Dit is zeg maar zo'n schoolplein. Met een hele onhandige straat. Een hele drukke straat. Er is geen parkeerplek, amper parkeerplek. Het is te ver om te fietsen. Nou, dat is zijn mening. Ik vind het te ver om te fietsen. Dat vinden denk ik meerdere ouders. Dus we staan hier allemaal altijd al een half uur van tevoren, een kwartier van tevoren. Just sitting in the car, waiting for our kids. Een mooi moment voor mij om nog een kwartiertje te kijken naar This Is Us. Ik zit er helemaal in. Ik huil vaak. Het is echt een mooie serie. Maar vooral in het begin moest ik veel huilen. Nu ben ik wel oké. Van de mooie dingen, hè. Dat is mooi. Dat zijn mooie tranen. Oké, doei. Ik ga dat doen. Mijn jongens. Mijn jongens. Oh, hallo. Vloggertjes. Hi, Kai. Hi. We gaan lekker naar huis, hè, jongens. Ja. Dit is gesponsord door Subie. Helemaal niet. Hmm. Niet zomaar merken, nee. Kai. Dit is gesponsord door Matchmasters. Ik voel me niet zo lekker. Oh nee. Dan moet ik niet zo lachen. Ik weet waarom. Nee, ook, maar ik ben ook een beetje verkouden of zo. Maar ik ga wel buiten spelen, dus heb je minder last van mij. Maar wie gaat ons dan morgen ophalen? Oh. Ik kan je wel altijd ophalen, maar ik voel me gewoon niet lekker. Goedemorgen, arrived at Schiphol Airport. Vandaag een afscheidstrip met Opel. Super leuk, de laatste keer samen op reis voor de Grandland en Astra volgens mij, dat ga ik straks allemaal zien. Ik ga inchecken, alleen handbagage. Zo. Go, ik heb zin in hoor, wel. Aangekomen in Malaga! En ik ga rijden met Dani. En we gaan volgens mij in Station Astra. Dat heb ik ook altijd. Hoe lang ben jij? 1,58. Oh, ik ook! Echt? Yeah! Dat wist ik niet. Nou, we gaan rijden. Ja. Doei! Ik kom mijn kamer binnen voor de first time. Mooi, wat groot. Wat nice. Oh, en ik heb een balkon. What? Chillen. Bureautje al strak, helemaal Kim Keetjes.
spiegel. Oh, daar hou ik altijd van. Als je gewoon zo'n lange hebt, dan kunt u gewoon even het outfitje goed bekijken. Ik ben gaar. Wow. Oh, mooi man. Chill. En dan maar één nachtje. Ik wil hier wel even een weekje blijven eigenlijk. Oké, ik ga even dit gare gezicht aanpakken. Het is allemaal zwart hieronder. Jezus. Even omkleden en zo. Even acclimatiseren. En dan ga ik weer naar beneden. Volgens mij 3 kwartier hebben we nu. Tot strakjes. Ik speel het op 7 vanavond. Niet helemaal, want ik heb geen boobtape. Dus dit moet even... Hier moet ik heel erg opletten. Maar gewoon een jumpsuit. Maar ik ben dus te klein. Dus eigenlijk moet hij een beetje zo. Zo. Maar dit gebeurt er bij mij. Dit is het voor vanavond. Ik ga naar beneden. Doei. Nice. Dit is Jan en die is alleen maar Jeroen aan het klagen. Echt hè? Ja, en we moeten nog samen rijden. Ook. Ja. Ik ga weer Jeroen scherp houden. Daar zijn jullie wel dankbaar voor. Ja, dat is weer door een andere bril kijken. Je kan er wel tegen, toch Jeroen? Zeker. Ja. Nee, dankjewel Jeroen. Het was heel leuk. Leuke presentatie. Super leuk. En we gaan straks Jan overhoren. Zeker, dat is goed. Is die nou heel erg, want ik heb natuurlijk ook die elektrische plug-in uit Grandland. Oh, dit is zo laat goed. Het is wel echt super gezellig, maar dit is natuurlijk niet leuk de ochtend daarna. Goedemorgen, het is 8 uur. Ja, echt maar een paar uurtjes slapen. Uiteindelijk was er nog een kleine kern over. Hij was heel gezellig. Maar ik ga even doen iets aan deze mood. Ik ga me even opfrissen. Tot straks, mensen. Vandaag gewoon een cargootje en een trui. Ja, ik moet naar beneden. Nou, dat was hem alweer. Kort maar krachtig. Dag, Malika. Dag, kamer. Goedemorgen. Vandaag gaan we met de Grandland. Baby. Dani gaat rijden. Your name? Dani. Ja. En Jamie. Jenny? Jamie. Jamie. Yes. Jamie. Yummy. Ja? Yummy, yummy. Yummy. We zijn aangekomen op de lunchlocatie. Super mooi. De Trocadero. Sí, sí, bienvenido a Trocadero. Sí, sí. Future. Hola señoritas, ¿qué tal? No, no. De compa Elia. Oh. Veel ook wel. Lekker. Gracias. De trip zit er alweer op. Oh my god, we gaan naar huis. We gaan naar... De airport. But did we have fun, Natalie? We did, hè? Goedemorgen, het is zondag. Dit is wat er gebeurt als ik met nat haar ga slapen. Het is zo veel. Kijk, ik kan het echt laten opdrogen. Ik heb er heel een paar plukken. Kijk, hier is helemaal stro. Een paar plukjes heb ik krultang in gegooid, maar het is dus nog steeds nat eigenlijk. Hier, hier is zo erg. This is the real me. You know, niet helemaal een beetje gecheat met een krultangetje, maar je ziet wel wat ik bedoel, toch? Is veel, is echt een leeuw. We gaan nu de kinderen ophalen met mijn ouders. Ik was zo moe, ik lag gewoon in coma leek wel. Vannacht echt als een baby geslapen en ik werd pas om 10 uur wakker. Ik word normaal altijd wel gewoon 6 uur of 7 uur wakker en dan ga ik zelf, kies ik er dan voor om verder te slapen. Maar nu, moe man, door de reis met Opel. Ik ga mijn jas aan doen. Zo'n skijas. Dat is huge. Dan geef je ook zomaar een love handle, zo'n gordel. Echt dik. Het is misschien wel te dik. Mega bol, hier krijg je gewoon zomaar wat erbij. En een tientje bij H&M in de sale. Hier is je zak. Zo'n kangoeroe. Oké, doei. Hi Kai. Hi.
Dat is mijn schoen, hè? Heb je me gemist of zo? Ja, dat je het echt nou, schatje. Oh. Even knuffelen. Kom, jongens. Met mama. Schatjes, ik heb jullie zo gemist. Ik ook. Spanje, mama. Zeg je? Spanje, mama. Hallo. 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 Ik zag iemand die zijn vader groeten, ja. Waarom zijn er twee verschillende, papa? Die jongens, toch? Zonder peper. Ik heb hem weer aan. Ik denk dat dit een huisvestje wordt. Terwijl die daar veel te leuk voor uitziet. Maar het is zo lekker warm. Kijk, het is dus weer zo'n rare combi. Gewoon huispak en zo. Een body. En dan een vestje eroverheen. Anyway, ik dacht dat ik me vandaag wel beter zou voelen. Ik voel me ook beter en zo. En helemaal een beetje klaargemaakt, opgedopt, mailtjes gedaan. En dan, nu heb ik zo'n terugval. Nu heb ik eigenlijk gewoon mijn ogen dicht. Ze prikken ook heel erg. Tony, wat gaan we daar dan doen? Ga je met me knuffelen op de bank? Gaan we samen een beetje rustig aan doen vandaag? Ja, rustig gaan doen vandaag. Wat ik in ieder geval wel kan zeggen, is dat dit het einde van deze vlog is. Ik zie jou volgende week weer, denk ik. Ja, nee, ik ga nog even door. Ik vind niet dat ik te snel dan weer de handdoek in de ring moet gooien. Dus tot de volgende, jongens. Doei! Even kijken.